energie-special van Topnames. We varen, je ziet het op de achtergrond, we varen nu door de Amsterdamse grachten. De komende twee uur zeg maar, hebben we een stuk of zes gasten die komen vertellen over allerlei facetten van innovatie op energiegebied. Eerst even vertellen waar we zijn, Stekel. Ja, we zitten op de boot van Ime Bosma. Bekend van Hives en veelvuldig in Topnames te gast geweest. Het is een volledig elektrische boot, helemaal solar-powered. Er zit geen eens een benzinemotor in of een dieselmotor. Ook niet als reserve bedoel je? Ook niet als reserve. Er zit ook geen gas aan boord, heeft hij me net verteld. Dus alles draait hier op elektriciteit. Volledig uitgerust, koffiezetapparaten, inductiekoken, hete douche, verwarming. Super deluxe zoals we dat van hem wel gewend zijn. Ik heb vlak voordat we begonnen met de uitzending, toen we op het ei voeren, even een kort interviewtje met Ime gedaan waarin hij even uitlegt wat voor boot dit is en hoe het tot stand is gekomen. Kijk, start maar in. Ime, we zitten op een hele mooie boot. Ik had het nog nooit gezien. Wat is dit voor boot? Het is een eigen bedenksel, een zonne-aangedreven elektrische motorboot die laag genoeg is om in Amsterdam onder alle bruggetjes door te kunnen. Maar zonne-aangedreven, volledig zonne-aangedreven, de zon schijnt nu niet, we varen toch? Ja, hij heeft ongeveer de helft van de batterij van de Tesla van Vincent onderin liggen en daarmee kan ik zo'n 15 à 20 uur blijven varen als de zon niet schijnt. En als ik hem niet gebruik en de zon schijnt wel, dan laat hij bij. Dus in de praktijk, de afgelopen 6 maanden, is ongeveer 95% van de opgewekte stroom komt van de zon. En 5% van gewoon opladen bij een oplaadpunt, omdat ik het te druk had op een dag om de zon, op de zon te wachten. Wat wil jij met deze boot bewijzen? Ik wilde bewijzen dat je ook een motorboot kon bouwen die niet hoeft te stinken en lawaai hoeft te maken. Dus wij wilden graag een bootje waarmee we in de binnenlandse wateren konden varen, waar je met een mast niet kan komen. Maar we hadden geen zin in het onderhoud en de herrie van een dieselmotor. Dus toen dachten we, hoe doen we dat dan? We willen eigenlijk zeilen zonder mast. En toen dacht ik, nou, misschien kunnen we wel zeilen op de zon. En toen ging ik uitrekenen of dat uitkwam. Met voldoende zonnepanelen en een elektrische motor bij een bepaald gewicht. En nou, in theorie klopte dat. Dus wat ik wilde bewijzen is dat je gewoon een boot kunt bouwen die zeilt op de zon. En die niet het onderhoud en de nadelen heeft van een normale motor. Was daar iets kant-en-klaars voor beschikbaar? Een pakket? Of heb je dit allemaal zelf bij elkaar geschakeld? Ja, dat was eigenlijk helemaal niks. Eerst zocht ik naar bestaande boten die dit eigenlijk deden. Die waren er niet. En toen heb ik het zelf helemaal zitten uitdenken en bedenken. Techniek bij elkaar gezocht, partijen, leveranciers bij elkaar gezocht. En iedereen zei van het moet op zich wel kunnen. En toen hebben we het eigenlijk allemaal in elkaar gezet in een maand of 7. En zo is het gegaan. Onbeleefde vraag, wat kost dit? Als ik het nu opnieuw zou bouwen, ongeveer 150.000 euro. De eerste versie is wel iets duurder geweest, maar er zitten wat leereffecten in. En daarbij zie je gewoon dat de prijs van lithium, van zonnepanelen, daalt snel. En dat scheelt een hoop in de kosten. Dankjewel, ik ga nog heel even rondkijken. Dit is de kajuit van de boot. Daar zien we Peter Hazenberg. Die gaat straks de techniek van deze uitzending verzorgen. Want we gaan ook nog eens live streamen vanaf deze boot. Allemaal op de stroom van jouw accu's? Allemaal op de stroom van mijn accu's. Zelfs nu, zonder zon en bijna donker, wekken we meer op dan de studio gebruikt. Dus dat gaat goed. Ja, ongelooflijk, hè? Gaan we nog even kijken waar die zonnepanelen zitten. Die zitten op het dak, hè? Ja. We varen op het ei op dit moment. Straks gaan we de stad in om al onze gasten te pikken en daar een mooie uitzending mee te maken. Hier hangen inmiddels allemaal camera's en daar komen we zo nog wel even te kijken. Maar dit zijn de zonnepanelen. Het hele dak van Ime zit er vol mee. Ik vind het echt vooral heel erg mooi dat je eigenlijk niet of nauwelijks ziet dat het zonnepanelen zijn. Varen langs de silo dan. Het wordt een mooie avond. Dat was de prachtige boot van Ime Bosma. Indrukwekkend. Jij bent zelf een schipper, Stekel. Ja, absoluut. Maar jij bent echt eentje van ben jij van de houten boot en zeilen? Ja, ik wil masten en überhaupt geen motor. Dus nee. Ik laat me het liefst door de wind voortbewegen. Maar ik vind dit wel waanzinnig. Ik bedoel, dit is wel klassieke innovatie. En wat Ime ook vertelt, dat er eigenlijk geen concept bestaat van een volledig uitgeruste elektrische boot die self-supporting is. Dat je dat gewoon in dit tijdsgewicht gewoon helemaal zelf moet verzinnen, vind ik eigenlijk ongelooflijk. Dus zo staan we blijkbaar nog aan het begin van die elektrische revolutie.
Er wordt nu wat aan de camera's gerommeld. Oh, ja. Ja, dat kan je tussendoor hebben. We zijn ook niet meer in beeld. Moeten we naar een andere? Ja, die. Die. Oh, die. Ja, nou ja. Hey, hey, ja. Vertel jij even over de techniek aan boord. Want dit zijn jouw camera-spullen. Kunnen wij gewoon door, Peter? Ja, hoor. Ja? Alles loopt. Dus dat is ook een mooie. Dus als je nu Peter in beeld ziet, dat hoort er een klein beetje bij. Onderdeel van het concept. Het zijn de spullen van Peter. Peter is van Videobricks. Die heeft ook de studio van Fast Moving Targets uitgerust. Maar hij heeft in allerlei soorten en maten heeft die studio's, zou je kunnen zeggen. En accu is leeg. Nee, ik heb een nieuwe. Hij heeft net een nieuwe accu erin. Okay. Gewoon door. We gebruiken die camera, maakt niet uit. Nee, daarom. In soorten en maten kan hij met studio's op pad gaan. Soms is het met remote camera's. In dit geval is het inderdaad een aantal standalone camera's. Hij moet deze ruimte zien optimaal zien te gebruiken. Dat doet hij goed. Een heel belangrijke uitdaging voor hem is natuurlijk nu ook hoe krijg je zo'n stream bij de mensen thuis. Dus we moeten hem zelf, Videobricks, bedanken dat hij dit allemaal mogelijk maakt vandaag. En Triple IT, die hebben een technische oplossing waar uiteindelijk jij weer meer van weet. Maar volgens mij komt het erop neer dat allerlei 4G, allerlei verbindingen gestapeld worden, zodat je totaal meer bandbreedte krijgt. Ja, dat heb ik Peter ook voor de uitzending even gevraagd. Daar hebben we een filmpje over. Kunnen we misschien even instarten, Peter? De techniek op zo'n boot is natuurlijk ook een uitdaging, om het maar zacht te zeggen. Die wordt hier helemaal verzorgd door Peter Hazenberg. Peter, hoe gaan we dit doen? We gaan live streamen vanaf deze boot. Ja, dat doen we natuurlijk met de set die inmiddels al bekend is bij Fast Moving, die in een 20 kilo koffer kan. De set staat hier opgebouwd op het keukenblokje, heel compact. En we hebben 6 camera's bij ons. Waarvan we er 4 live kunnen schakelen en 2 kunnen we later in de montage nog gebruiken voor een mooie opname. We schakelen het uiteraard weer live, we streamen het live en we streamen uiteindelijk via een hele mooie oplossing van Triple IT. Waarmee we via simkaartjes, dus via mobiele telefoons, gestapelde mobiele telefoons, uiteindelijk in onze studio in de wagen uitkomen. En vanaf daar zenden we het verder door naar het internet. Ja, laat even zien, wat voor ding is dat dan? Ja, dat zal ik je even laten zien. Die staat hier voor op het dek. Dat is deze unit. Er gaan 8 simkaartjes in. En het bolletje wat je erop ziet zijn de antennes. En er gaat 1 videosignaal in. En via de gestapelde 4G-verbindingen hebben we genoeg bandbreedte om in HD-kwaliteit deze live uitzending te kunnen doen. Oké, laat ook nog even buiten zien als je wil, de camera's en waar we de interviews gaan doen. Op het achterdek, het is allemaal redelijk compact. En hier staan her en der de camera's strategisch met allerlei klemmetjes aan de deuren en aan de relingen vastgemaakt. Wat LED-panels, want we moeten natuurlijk onze stroom zoveel mogelijk vermogen, zoveel mogelijk proberen te minimaliseren. Dus zoveel mogelijk op accu's draaien en nog een heel klein beetje hier en daar op de stroom van de Iemen. En zo proberen we een prachtige uitzending te maken. Staat daar helemaal voorop ook nog een GoPro? Ja, daar staat ook een GoPro die de hele route mooi in beeld brengt. Dus die kunnen we later in een mooie montage versneld afspelen. En dan zien we onze hele route van vanavond. Dankjewel. En tot zover de uitleg van Peter Hazenberg. Het zijn tot nu toe al allerlei huzarenstukjes bij elkaar. Ja, en het werkt. En het werkt, weet je wel. Dat is als echt jullie super. Ja, dan werkt het. Als je wilt zien, dan werkt het. Een aantal mensen zeiden van het geluid kan nog wat beter. Nou, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Is opgelost inmiddels, dus we geen problemen op raak waar die geweest zijn. We gaan nu met Vincent Evers. Vincent, ik en wij en heel veel mensen volgen jou al jaren. Jij was echt een van de pioniers met elektrisch rijden. Het was absoluut een van mijn favoriete blogs. In het verleden misschien nog wel meer dan in het heden. Hmm. Omdat het toen meer misging. Ja, dat is waar. Dat was eigenlijk de leukste tijd. Dat was de leukste tijd, jij stond weer zonder stroom bij oplaadpunten die niet werkten. Ja, om 2 uur s'nachts. Probeerde ik in een garage van Microsoft binnen te komen. Die was gesloten. Dan moest ik weer eentje verderop gaan. En dan zat ik tot 2,5 uur in de kou. Want tijdens het opladen werkte de verwarming niet. Dus ik zat daar in de sneeuw. Zat ik daar in de kou te wachten. Ja, en daar deed je altijd live verslag van. Alles werd live uit. Inclusief mijn ongeluk. Ik weet niet of je dat ook nog gezien hebt. Zo'n ongeluk, dat dwarsbang dat ik ergens op inknalde. Ja, die goede oude tijden. Toen ging alles nog mis. Nu rij je een Tesla rond. En ja, nu is het eigenlijk gewoon. Nu gaat het alleen maar of je van het toppen van Noorwegen naar Zuid-Portugal kunt rijden. Oh, Oké, want het is heel snel gegaan, hè? Ja, enerzijds gaat het verschrikkelijk langzaam en anderzijds gaat het verschrikkelijk snel, afhankelijk van je perspectief. Dus inderdaad, ik ben 2011 begonnen.
was de eerste auto, een Nissan Leaf. En die reed heerlijk. Je hebt er nog in gereden en zo. Ja. Dat ding reed heerlijk. Hij reed maar 100 kilometer ver. En ik deed het 1000 kilometer per week. Dus ik probeerde er ook echt alles af te doen. En ik had allemaal camera's. Net zo eigenlijk. Ik had hetzelfde doosje van Triple IT. Had ik in die Nissan Leaf gemaakt. En ik deed daar 24 uur video uitzenden. En toen was alles nog spannend. Er was nergens een snellader. Nu zijn er overal op elke hoek van de straat. Zijn ze. Nergens waren laadpalen. Die zijn nu ook overal. En ja, en er is ook gewoon veel productinnovatie geweest. Dus er zijn nu echt betere auto's gekomen. De grootste overgang is natuurlijk dat ik van een na 2 jaar 56.000 kilometer van een Nissan Leaf naar een Tesla ben gegaan. Ja, ik wil nog even één klein, namelijk één incidentje of één mooi moment voor mij naar voren halen. Het ging als volgt. Vincent ging naar zijn broer en zijn broer woont in Arnhem. Klopt toch? Ze ging naar de verjaardag van zijn broer. Het was in de winter. De verwarming mocht al niet aan. Dus de hele familie zit in de auto. De verwarming mocht niet aan. Want dan zou de batterij, zou de accu leeglopen. Halen we het niet. Ja, Husse. Ja, Husse. Toen moest Vincent naar de snellader in Doetinchem. Want er was er geen eentje in Arnhem. Dus we daar weer wachten. En vervolgens moest hij op de terugweg, want hij kon daarmee weer niet Amsterdam halen. In Tiel. Moest hij in Nieuwegein of zoiets. Dat was die fase. Hey, waarom was jij zo geïntegreerd door dat elektrische rijden? Ik heb altijd over digitale media gesproken. Internet, mobiel, big data en dat soort dingen. Dat is heel leuk en interessant, maar is toch eigenlijk niet het primaire leven. Dus op een gegeven moment had ik kinderen van 4 en 6. En toen dacht ik, ik moet eens een keer een onderwerp pakken wat echt relevant is. En toen heb ik het over energie ben ik het gaan houden. En olie is het grootste probleem. En 80% van de olie gaat op aan autootjes. 2% kerosine, 4% vrachtwagens en de rest autootjes. En we gaan van 800 miljoen auto's naar 2 miljard auto's in 2035. Dus we gaan 2,5 keer zoveel auto's hebben en er is al bijna niet genoeg olie. En vanuit die interesse dacht ik van, nou, ga ik eens een keer naar die auto's kijken. En toen heb ik die auto zeg maar gekocht en daar ben ik eigenlijk door gegrepen en ben ik mee doorgegaan. En toen ben ik alles rondom elektrisch rijden, of het nou inderdaad een smart grid is geweest, of de batterijen of de producten, ben ik gaan kijken hoe gaat dat zich de komende 20 jaar ontwikkelen. En daar praat ik over. Ja, nou is er nog steeds een hoop cynisme. Hè? Kijk, de accu's van de gemiddelde hybride of elektrische auto, dat is allemaal waardeloos. Je kunt er een paar honderd kilometer op rijden. Tesla verlegt de grenzen. De gemiddelde hybride auto kun je tientallen kilometers op rijden. Een paar honderd, zei ik. Tientallen. Tientallen. Op een Toyota Prius, maar de ergste, Tesla, is 17 kilometer. Van jou, daar kun je, kun je 400 kilometer op rijden. Ja, maar dat is niet de gemiddelde auto. Dat is de echte allerbeste die dit komt. Ja, dat is degene die je ongeveer wel het meeste ziet rijden na die Mitsubishi. Nee, rij je toch wel gewoon echt. De plug-in hybrids, dus de Mitsubishi, die zie je heel veel. Er zijn ook heel veel, er zijn ook al gewoon duizenden Nissan Leafs. En ook heel veel Ampera's. En de Tesla is denk ik nu ongeveer gelijk eraan. Er zijn nu 1800 of 2000 Tesla's. Waar ik heen wil, Vincent, het is niet alleen voor de auto's, maar ook voor telefoons, voor computers. Het accu-batterijprobleem is het grootste, de grootste belemmering. En dat was de reden waarom ik het zo leuk vind. We zitten op het internet van 1994. In de komende 10 jaar gaan we zo ongelooflijk veel ontwikkelingen krijgen. Over 10 jaar zijn de accu's 10 keer zo goedkoop. 10 keer zo de energy density. Dus dan heb je gewoon van een 300 kilo accu kun je 2000 kilometer rijden, zeg maar. Dus de accu, daar is een enorme ontwikkeling. Er wordt heel veel in geïnvesteerd. En dan zie je elke dag ontwikkelingen die we over 5 jaar in producten terugkomen. En over 10 jaar mainstream zijn. Dus de accu, dat gaat helemaal opgelost worden. En alle andere aspecten. Maar waarom duurt dat zo lang? Want... Nee, dat duurt helemaal niet lang. Nee, maar Vincent, dus er was weer die presentatie van Apple vorige week of 2 weken geleden. Dan komt er weer zo'n hangt af van 6. Je concept. Het heeft 10 uur batterijduur. Dat is belachelijk. Het hangt af van je concept. Als je ontwikkelingen doet in een lab, duurt het minimaal 5 jaar voordat het gewoon een product is en duurt het 10 jaar voordat het mainstream is. Altijd. Altijd. Het enige, jij bent gewend aan een mooie, hè? Je bent bij de NOS, had je altijd van die mooie, je had een idee. Ik nog maar en ik zeg, ik ga met de Air France. Maar je had wel altijd ideeën en dan was het een half jaar later, was het een product. Maar als je over de fysieke wereld hebt, als je over bouwen hebt, als je het over geneeskunde hebt, als je het over echt bricks and mortar hebt en daar ga je iets veranderen, duurt 5 jaar is niks, 10 jaar is mainstream, 20 jaar als je de hele wereld wil veranderen. Over 20 jaar is 100% van de nieuwe auto's is elektrisch. Oké, jij vindt het en dat dus is zeg maar, dat vind jij langzaam? Nee. Vanuit jouw perspectief is het dus volkomen normaal dat wij nu op een boot zitten, dat we gewoon op de accu's die vandaag zijn opgeladen met de zon,
hier allemaal lampen hebben branden, een complete studio. Nee, maar Ime is daar uniek in en die heeft echt gewoon dat... Ik ben niet met je aan het discussiëren, ik stel je een vraag. Dit is dus normaal, vanuit jouw perspectief. Nee, wat Ime gedaan heeft is zeer bijzonder. En als je kijkt, in 2020 moeten alle boten hier in de grachten elektrisch zijn. 2020. Van wie? Van de gemeente. Anders krijg je geen vergunning. Dus al die auto's en al die dingen zijn allemaal weg. Die stinken allemaal als een gek. En die stinken als een gek, die moeten allemaal weg. En in 2020 zijn alle nieuwe auto's elektrisch, want anders krijgen ze geen vergunning meer. En dat betekent dat er, zeg maar, 35 jaar van nu zijn alle plofauto's zijn maar verdwenen. Ja, dat is het perspectief wat je moet hebben als je de echte wereld wil veranderen. Niet de digitale wereld. Maar ook, weet je, nog 20 jaar geleden... He, dus we hebben het over 2014, we hebben het over 1996, toen de NOS, toen was jij met de VPRO digitaal bezig. 20 jaar is ook niks om de wereld te veranderen. Dat duurt gewoon zo lang. En dit zijn bits en bytes. Dit zijn bits en atoms. Ja. Dat duurt even. Maar het is wel heel leuk. Dit gaat de komende jaren enorm. Ik was met internet. Ja, dat was... Ik wil niet zeggen dat de revolutie klaar is, maar er gebeurt zoveel. Alles is bezig, alle industrieën veranderen. Dat was duidelijk. Ik vond het leuk om weer iets heel nieuws te doen. En ik vond iets leuks om iets relevants te doen. Okay, hoe lang is dit nog leuk voor jou? Want jij bent ook, zo ken ik je, na een jaar of 3, 4 weer uitgekeken op iets. Nee, ik ben meestal doe ik er 10 jaar over. Dus ik ben op het moment dat het mainstream wordt, dus het massaal. Ik denk dat in 2020 dan is, zeg maar... 10 tot 20% van de nieuwe auto's is, zeg maar, elektrisch. En je moet tot 2025 wachten voordat 25% tot 30% elektrisch is. En 2030 is dan meer dan 50% van de auto's, maar zeg maar, elektrisch. Maar net zei al een beetje, van het is eigenlijk al, het is nu eigenlijk bijna al wel saai aan het worden. Hè? Nee, want we hebben nog... Nee, want als je kijkt, zo'n Nissan Leaf was super exciting. Toen kwam de Tesla aan de high-end kant. Nu heb je de BMW i3, een fantastisch mooie, compleet nieuwe auto. In 2017 komt Tesla met een auto die niet 67.000 euro kost, maar 35.000 euro. En wat heel belangrijk is, Tesla is niet belangrijk. Want Tesla gaat in 2020 misschien 500.000 auto's doen. Maar ja, dan doet Toshiba en Toyota en Open en General Motors, die doen 1 miljoen auto's per maand. Dus Tesla is alleen maar een inspiratie voor andere autofabrikanten om iets te doen. Het is niet gewoon datgene die iedereen een nieuwe auto gaat leveren. Maar al die auto's komen eraan en het beïnvloedt alle andere industrieën of alle andere fabrikanten. Dat is exciting. Ja, we worden van de kant geduwd door een rondvaartboot. Een stinkende rondvaartboot. Prins Constantijn. Zo. Ja. Met die varen op frituur. Het is hier zo lekker. Die varen op frituurvet, heb ik wel eens gehoord. Ja, we zwaaien eventjes naar... Ja, we zwaaien naar alles missen. Ja, dag. Ja, Oké, Vincent, we gaan even afronden. Wat is voor jou nou het afgelopen jaar, laat ik even een wat ruimere tijd nemen. Oh. Ja. Gebeurt er allemaal, rondvaartboot. Het afgelopen jaar de meest interessante doorbraak geweest, als je het hebt over de elektrische rijden. Ik heb 10 maanden geleden mijn Tesla gekocht. Ik heb daar 57.000 kilometer mee gereden. Ik ben naar Noorwegen gegaan, naar Parijs, naar Berlijn. Dus in plaats van mij, eerst was het Nederland dat spannend was. Nu is, zeg maar, Europa wat spannend is. En nu gaat het vooral om de komende jaren om de prijs naar beneden te gaan. En dat normale mensen erin kunnen gaan rijden. Dat het niet iets bijzonders is, maar dat het gewoon... Het bijzondere is dat het heel normaal gaat worden. En dit is een industrie... 10% is, want we hebben het nog niet gehad over de energiesector. Want ik vind elektrische auto's en zonne-energie, dat gaat samen. We zitten in die zonne-energieboot. In de afgelopen 20 jaar is zonne-energie 100 keer zo goedkoop geworden. En dat wordt de allergoedkoopste energiebron aller tijden. Ja. Dus die wereld gaat ook samen met elektriciteit, met elektrisch rijden, gaat gewoon omhoog. Dat zijn twee industrieën die in beweging zijn. Okay. En dat vind ik interessant. Wij nemen altijd vragen van Twitter, daarom zenden we ook live uit. Vinden we ook leuk. Tijmen Brugman die vraagt aan jou... die las in jouw timeline dat je vaak zorg had of je met je elektrische auto je bestemming wel haalt, weer kan halen. Is dat nu verbeterd? Ik bedoel, een Tesla heeft 400 kilometer per dag, dus ik heb nog nooit problemen. En dan ga ik ergens laden en dan krijg ik er 50 of 100 kilometer per uur bij. Nee, dat is helemaal geen probleem. Alleen, bijvoorbeeld, ik ga volgende week naar Parijs. Nou, dan is het wel, dan is het leuk om te kijken waar moet ik nou weer stoppen. En werkt die snellader of die supercharger die in 20 minuten mijn accu volgooit? Nee, maar op zich, range anxiety heb je met Tesla niet meer. Ja, Maarten Lens Fitzgerald wil graag van jou weten dat als jij niet had gekozen voor elektrisch rijden na dat mainstream internet, wat was een alternatief geweest? Nou, een ander iets waar ik helemaal vol mee wil, is, zeg maar, de Steve Jobs school van Maurice de Hond, waar mijn kinderen op zitten. Dus ik eigenlijk...
Nu ben ik vooral bezig met die school en hoe mijn kinderen daar individueel leren. Is dat leren. Die nieuwe school in West? Dat is die net West geopend? Ja, bij, ja. In de Rembrandtspark. Okay. En ik, ja. Eigenlijk nu spendeer ik heel veel uren om daar te zijn. En om die hele school, ook om Maurice te helpen, om die openheid van de school, om die mogelijk te maken, om al het nieuwe tools te evalueren. En mijn kinderen, die vragen nu papa op zaterdag, ik wil naar school. En dat is zo leuk. En dat is ook weer zo'n industrie die gaat veranderen. Dus education had ik ook prima kunnen kiezen. Ja, wie met ons... Oh, sorry. Nee, een belangrijk ding is even... Wie met ons meekijkt, hoekje, Herengracht, Reguliersgracht, prachtig stukje Amsterdam. Ja, oké. Nee, dat is heel goed. En wat ik even nog wilde zeggen is, jij zei van die prijs moet omlaag van die Tesla. Natuurlijk is dat zo. Die gaat halveren. Ja, maar dat hoeft in dit geval, als mensen eens willen uitproberen, hoeft dat niet. Want jouw Tesla staat namelijk op Snapcar. Ja. Dus mensen die eens een keertje willen kijken, hoe is dat nu, zo'n Tesla, die moeten zich even aanmelden bij Snapcar. Ja. En kunnen hem dan bij jou voor een dag of twee of wat dan ook. Nee, ik heb altijd maximaal een dag, want ik wil zoveel mogelijk. Ik heb altijd 10 keer zoveel mensen die hem eigenlijk willen lenen dan ik kwijt kan, zeg maar. Dus op Snapcar, ik wil altijd iedereen 1 dag dat ding uitlenen. Oké, nou dat kun je dus op Snapcar doen. Vincent, ontzettend bedankt. Als je live kijkt, blijf natuurlijk kijken, want we gaan nog een hele serie interviews doen. Kijk je ondermand, dan weet je dat je ze elders kunt terugvinden. We willen in ieder geval bedanken Triple IT, die ervoor zorgt dat deze livestream bij je thuis komt. En dat doet Streamzilla ook, want die zorgt voor het volgende stapje. En Videobricks van Peter Hazenberg voor de studio. En natuurlijk Ime Bosma, die zo gastvrij is om ons op zijn Drift Away deze avond te laten doorbrengen. Dankjewel, tot zo. Dag.